dank voor het aanschaffen van Robomo. Robomo vertrekt automatisch uit zijn basisstation op bepaalde dagen en tijden. Maait uw gazon en keert automatisch terug om op te laden. Robomo is sterker en sneller dan andere robotmaaiers die voor gelijke gazonoppervlakte ontworpen zijn. Robomo is speciaal ontworpen om de randen van uw gazon te maaien, zodat u dat niet meer met de hand hoeft te doen. Bovendien wordt de klus snel geklaard, zodat u en uw gezin optimaal van het gazon kunnen genieten. Robomo, uw robot, onze expertise. Alles wat u nodig hebt voor de installatie van Robomo op uw gazon zit in de doos. Het basisstation, de begrenzingsdraad, draadpinnen, robolineaal, controlepaneel, metalen pinnen voor het basisstation, demontagetang voor het maaimes en de gebruiks- en veiligheidshandleiding. Het is belangrijk dat u de installatie goed voorbereidt voordat u aan de slag gaat. Afhankelijk van uw gazontype kunt u bepalen of u het gazon als één zone laat maaien of opsplitst. De grootste zone van uw gazon wordt de hoofdzone. Hier zal het basisstation worden geïnstalleerd. Sommige gazons bestaan uit meerdere zones. Als Robomo deze zelfstandig kan bereiken, worden dit subzones. Andere gazons hebben zones die gescheiden zijn van de hoofdzone door bomen, een hek of andere objecten, waardoor Robomo deze niet zelfstandig kan bereiken. Deze zones worden gescheiden zones genoemd. In sommige gazons is de doorgang die naar de subzone leidt breed genoeg voor Robomo om er door te kunnen, maar te smal om er te maaien. Subzones kunnen worden ingesteld met de Robomo-app. Anders stelt u deze in als gescheiden zone via de interface van de maaier. De Robomo-app kunt u downloaden in de App Stores. Voor meer details en compatibiliteit met uw smartphone of tablet, raadpleegt u de handleiding. Als uw gazon een smalle doorgang heeft, raadpleegt u de instructies in de handleiding voor het instellen van een smalle doorgang. U kunt een gescheiden zone installeren door gebruik te maken van de perimeterdraad uit de hoofdzone en deze ook te gebruiken rondom de subzone. Wanneer een gescheiden zone niet aangesloten kan worden op de hoofdzone, dan kan een perimeterschakelaar worden gebruikt om een signaal te genereren in deze zone. Een perimeterschakelaar is verkrijgbaar als accessoire. Indien een gescheiden zone meer dan één maaibeurt vereist om de hele zone te maaien, dan adviseren we een extra basisstation te plaatsen. Een extra basisstation is verkrijgbaar als accessoire. U kunt Robomo dragen of de afstandsbediening gebruiken om de maaier van en naar de gescheiden zone te rijden. Een afstandsbediening is verkrijgbaar als accessoire. Bepaal de beste locatie voor het basisstation op uw gazon. Plaats het basisstation in de grootste zone. We adviseren om het basisstation op een schaduwrijke plek in de achtertuin te plaatsen, waar het basisstation niet vanaf de straat gezien kan worden. Plaats het basisstation niet op een helling of te dicht bij een hoek of sproeier. Bij het basisstation wordt ook een controlepaneel geleverd die stroom levert om de Robomo op te laden en het draadsignaal genereert. De afstand tussen het controlepaneel en het basisstation is beperkt. Nu is het tijd om de perimeterdraad voor de buitenrand van uw gazon op te stellen. Deze draad geeft het gebied aan waarin Robomo mag werken en begeleidt Robomo tijdens het randmaaien. Loop langs de rand van uw gazon en plan hoe u de draad wilt leggen. Bepaal waar perimetereilanden nodig zijn die niet gemaaid moeten worden. Begin bij het basisstation en trek de draadeinde met de draadconnector uit de plastic verpakking. Zet het begin van de draad vast in de grond op de plaats waar het basisstation geplaatst zal worden. Hou ongeveer 30 centimeter draad over om de draadinstallatie aan het eind te voltooien. Leg de draad losjes linksom langs de gazonrand.
Zet de draad vast door om de paar meter en in hoeken van het gazon draad binnen te plaatsen. Gebruik de robolineaal om de correcte afstand van de gazonrand te krijgen. Gebruik de korte afstand van de robolineaal wanneer er geen obstakel staat. Gebruik de hele lengte van de robolineaal bij installatie langs een muur. We adviseren om de draad in bochten onder 45 graden te installeren en niet onder 90 graden. Trek de draad strak voordat u de pin vastslaat in de grond. Het is noodzakelijk dat de kop van de draadpin tot onder het grasniveau wordt geslagen. Vergeet niet om de draadopstelling te testen voordat u extra draadpinnen plaatst. Gebruik de robolineaal voor een nauwkeurige plaatsing van de draad als u om obstakels in de gazonrand heen werkt. Wanneer extra draad nodig is om de installatie te voltooien, kunt u draad toevoegen door de draadconnectors te gebruiken die bij het product zijn geleverd. Strip 1,5 centimeter isolatie van het eind van beide draden af en draai deze in elkaar. Schroef de draadconnector, gevuld met siliconen, hier stevig op vast. Als obstakels in het gazon te laag of niet stevig genoeg zijn om door de RoboMo-sensoren opgemerkt te worden, gebruik dan de perimeterdraad om een perimetereiland om het obstakel te maken. De beide draden die leiden naar het perimetereiland moeten parallel lopen en elkaar raken. Gebruik dezelfde methode voor bijvoorbeeld vijvers of jonge bomen. Wanneer u een gescheiden zone installeert, dienen de draden die naar deze zone leiden parallel te lopen en elkaar te raken. Nadat de perimeterdraad overal is vastgezet met draadpinnen, sluit u het begin en einde van de draden op elkaar aan. Gebruik dezelfde draadpin om de draad in de grond vast te zetten. Knip het draadeinde zonder de groene connector op gelijke lengte met het andere draadeinde af. Strip 6 mm isolatie van het draadeinde af. Bevestig deze in de opening van de groene connector en draai de schroef vast met een kleine schroevendraaier, zodat de perimeterdraad goed vastzit. Plaats het basisstation op de perimeterdraad. Plaats de groene perimeterdraadconnector aan de onderzijde in de laadadapter. Sla 1 stalen haring in 1 van de voorste gaten van het basisstation. Richt het basisstation op de perimeterdraad, zodat de draad precies onder de middelste markeringen aan de voor- en achterkant van het basisstation ligt. Sla de tweede haring in het voorste gat van het basisstation. Leg de voedingsverlengkabel op de meest veilige route richting het controlepaneel. De kabel moet goed bevestigd zijn aan de grond, zodat men er niet over kan struikelen. Koppel de voedingsverlengkabel aan de voedingskabel van het controlepaneel. Plaats het controlepaneel op een geschikte en zichtbare locatie. Gebruik de metalen houder om het controlepaneel op te hangen aan een muur met de meegeleverde schroeven. Schuif hierna het controlepaneel over de houder. Steek de stekker van het controlepaneel in een standaard stopcontact. Het dockinglampje zal oplichten wanneer de machine zich in het basisstation bevindt, of het inwerkinglampje zal oplichten wanneer hij daar niet is. Dit betekent dat het systeem aanstaat en correct functioneert. Om de maaihoogte in te stellen, til de maaier op. Controleer dat de veiligheidsschakelaar uit staat. Draai aan de maaihoogteverstelknop terwijl u deze omlaag drukt tot de gewenste maaihoogte. De maaihoogte wordt weergegeven aan de zijkant van de maaier. Zet de veiligheidsschakelaar aan en RoboMo zal opstarten. Nu kan het eenmalige installatieproces worden uitgevoerd. De eenmalige instellingen zijn de eerste instellingen die uitgevoerd moeten worden voor de eerste maaibeurt. Volg de instructies op het scherm om te kiezen tussen twee formaten. Kies EU voor het metrieke stelsel
of kies US voor Engelse maten. Scroll om de huidige dag en tijd in te stellen. Kies bij benadering de oppervlakte in vierkante meter van de hoofdzone waar het basisstation is geïnstalleerd. Als er een extra zone, subzone of gescheiden zone is, telt u deze niet mee voor de hoofdzone. Deze wordt afzonderlijk ingesteld. Plaats RoboMo op het gazon richting de perimeterdraad tenminste 2 meter voor het basisstation en druk op de OK-knop. Wanneer het basisstation goed gepositioneerd is, dan kunt u het basisstation volledig vastzetten met de overige stalen haringen. Nu het basisstation is geïnstalleerd, zal de perimeterdraad getest moeten worden. Loop met uw RoboMo mee terwijl deze de rand volgt. Pas indien nodig de draad aan. Blijf RoboMo volgen totdat de gehele zone gedaan is zonder een obstakel te raken. Wanneer u tevreden bent met de draadpositie en hoe RoboMo daaroverheen rijdt, dan bent u klaar om de installatie af te ronden. Loop nu de volledige draad nog eens na en plaats extra draadpinnen op de plaatsen waar de draad niet strak genoeg op het gras ligt. De eenmalige installatie kan gemakkelijk worden uitgevoerd met behulp van de RoboMo-app. Uw RoboMo zal zelfstandig uit het basisstation vertrekken op de vooraf ingestelde dagen en tijden, aan de hand van de ingestelde gazonoppervlakte en inactiviteit. RoboMo volgt de perimeterdraad en maait eerst de rand van uw gazon, vervolgens zal hij het gazon zelf maaien. Om te voorkomen dat het gras wordt platgedrukt en om energie te besparen, maait RoboMo niet tijdens elke maaibeurt de rand. De perimeterdraad die rond het bloembed van een boom gelegd is, als een perimetereiland, zal voorkomen dat uw RoboMo deze zone binnendringt. Wanneer een obstakel robuust genoeg is en er geen perimetereiland omheen ligt, zal RoboMo stoppen wanneer hij er tegenaan rijdt, van richting veranderen en doorgaan met maaien. RoboMo blijft maaien totdat hij opgeladen moet worden. In kleine gedeelten waar gras groeit en waar RoboMo niet automatisch kan maaien, wordt aanbevolen om handmatig te maaien met behulp van de afstandsbediening. De afstandsbediening is beschikbaar in de RoboMo-app en is ook leverbaar als accessoire. Beste resultaat wordt bereikt door RoboMo regelmatig te laten maaien. Nu bent u klaar om te genieten van uw vrije tijd, terwijl uw RoboMo voor het gras zorgt. Uw gazon wordt automatisch gemaaid, rustig en precies. Neem gerust een kijkje op de website van RoboMo. www.robomo.eu